allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Krisha, ik heb echt ongelooflijke keelpijn en bijna geen stem meer. We zijn op weg naar een camping op de grens van België en Frankrijk. En ik moet van papa achter kijken, dus dat ga ik doen. Oké, ik snap het. Oké, hier. Is het te zien op beeld? Kijk, dat is Konki en Dede zitten in de auto. Super schattig. Ik snap waarom die zei, moet je achterkijken, want het is echt heel schattig. Schattig. Nightback. Wat? Echt niet. Je kan hier tussen zitten. Nee, dan kan ik achter zitten. Ik kan niet langer daar zitten. Ik kan mijn benen niet kwijt door die tassen van jullie. Mijn tas mag je nog wel even terug naar voren houden. Oké. Oké, we hebben vannacht op een camping geslapen. Niet op de camping. En mijn hele stem is weg. En ik ben aan het hoesten, dus het kleedt echt alsof ik heel ziek ben. Ik voel me ook best wel ziek eigenlijk. Maar... Sorry. Dat doe ik dus de hele tijd. En ik heb het koud, ik heb mijn trui aan. En ik heb 2 dekens over mijn hele lichaam. En nou ja, de rest, ja, die is eten. En de rest is de tent aan het afbreken. Zodat we straks weer verder kunnen rijden. Zo, wij zijn gisteravond aangekomen op de camping. Het is echt gewoon een camping met maar 4 plaatsen. Maar het is wel leuk. Wel mooi. Ik ben nog steeds heel erg verkouden en ik vind praten echt heel moeilijk. En wat nog meer. Oh, ik ben eten aan het maken. Of tenminste, ik ben aan het wachten tot mijn water gekookt is. En Xian die zit boven, een speeltuintje met een trampoline en een schommel. Zit hij in de schaduw filmpjes te kijken. Daarom vond ik trampoline springen zo leuk. Kom de pet even nog terug. Ik kan het weer. Nee. Ja. Doe dan ook een trucje. 1 trucje. 1 trucje? 1 trucje. 1? Ja. Oké. We zijn nu in een restaurant en ik zie nu ineens dat het spiegel achter me zit, dat het schermpje. Maar we zitten dus nu in een restaurant en zoals jullie horen is mijn stem is nog steeds niet terug, maar ik kan wel weer praten, dus dat is prima. Buiten regent het echt super hard. En we hebben net even drinken besteld en we gaan pizza eten, of tenminste ik ga pizza eten, Xian waarschijnlijk ook, en ik hoop dat Lian ook pizza gaat eten. Maar van mijn ouders weet ik het niet. Zo, het is donderdag. Vrijdag. Is het vrijdag? Het is vrijdag. Oké, gisteren hebben we gerafd, maar dat heb ik niet kunnen filmen, want mijn camera is niet waterdicht. En wij hadden verder ook geen waterdichte camera. En nou ja, vandaag, het is echt gewoon, het is al de hele dag aan het regenen. Niet de hele dag, maar bijna de hele dag aan het regenen. Het is super koud. Jullie kunnen het op mijn achtergrond niet zien, maar ik denk wel horen. Het is ook onweren, het is koud, maar ik heb genoeg te doen, dus het is niet zo heel erg. Ik heb geen idee meer hoe het heet. Ja, je kan nu wel iets roepen, maar met 2 auto's erlangs hoort zelfs mijn camera het niet hoor. Lourdes. Mama, ga je nog goed? Nou ja, het is dus een plaats in Frankrijk en het heeft... wat had het? Daar was iets mee. Oh, en het is heilig verklaard. Doordat een boerin Maria gezien heeft. Ga maar. Maar dan moet er... Ja, dat kan wel. Dat komt geen auto. Oké. Okay. Is dit goed gelukt? Oh, hij staat je niet scherp. Ga maar praten. Ja. Dan zitten we hier in Lourdes in een heel smal straatje waar de auto's langs rijden. En we hebben net flesjes gekocht en daar kunnen we heilig water in doen. Dus een leuk souvenirtje voor oma. En ik heb een hele grote fles bij me waar we heel veel water in kunnen doen. Maar en, ik mee kan douchen. Het leuke is, we zijn nu koffie aan het drinken en we hebben brownies. Voor de little lady. Oh, no, 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 no. Ah, jij kan ze ook nog Lian krijgt dus warme brownies. Kan ik hem maar proeven? En ben je blij, Lian? Ja. Dat is het goed. Ze was nogal chagrijnig vanochtend. Ze moet zelf opnemen, maar alles goed. Net als een paard, maar chocola. Ja, we hebben op dit moment. We zitten nu dus eventjes, een soort koffieshop. Als je koffieshop zegt, denkt iedereen aan iets anders. Heilig water op mijn been. En papa die is met energie aan het spelen. Denk ik. Maar er zit dus heilig water op mijn been, want er kwam een druppel naar beneden en die viel precies op mijn knie. Wel grappig dat mijn knie is, want daar heb ik heel vaak last van. Jammer dat het niet mijn heup is, want daar heb ik nog vaker last van. We moeten wel even tappen, hè? Oh, en we moeten heilig water tappen, maar ik weet niet waar. Nou, hier. Kerk, even tussen aanhalingstekens, de kerk was hierboven. En hier boven de kerk. En we kunnen nog verder naar beneden, ook een kerk in. Eigenlijk mag ik niet. Nou, ik weet niet of je mag praten, maar iedereen is hier doodstil. Dus ik fluister. Maar kon ik het wel filmen. Wat eet jij charmant? Een octopus op. Oh, sorry. Squid. Goed. Ik heb een beetje scheef. Gewoon één keer moeten doen. Oh, ik moet er niet naar kijken. Oké. Okay. Voor jullie, sorry dat ik dit niet zie. Maar mijn camera is eindelijk opgeladen, want... Ik dacht, ik ga filmen, want we zijn in Spanje. En toen was ik dus niet verder dan mijn eerste twee zinnen. En toen deed de camera accu leeg. Dus dan filmt hij wel door, maar dan zie ik niet meer wat er gebeurt. En of hij wel of niet doorfilmt. Maar dat had ik. En nou ja, op dat moment was het dus nee, accu leeg. En dan doe ik hem omlaag en zo. Het ziet er super stom en lomp uit. Maar we zijn dus in Spanje. Gelukkig. Ik heb hem trouwens niet uitgezoomd, dus mijn hoofd is heel... Oh, verkeerde kant. Okay. En we zijn dus octopusringen aan het eten. Ik moet er niet naar kijken, want ik ga echt gewoon over mijn nek ervan. Wat? Sorry, ik begon met filmen en toen zei mama, er zit een Jimmy als het goed is. En een Jimmy is een marmot. Nou, eigenlijk is het een mormot. Oh my god. Sorry, ik viel even van, oh my god. Ze hebben hier echt een Jimmy. Maar echt een Jimmy. We zijn trouwens van Spanje, terug in Frankrijk. En nu zijn we op een kinderboerderij / dierentuin, want ze hebben een marmot. En ik weet zeker dat hij niet thuis wordt op een kinderboerderij. Tenminste, niet in Nederland. Maar kijk, ik moet hem even inzoomen. Ik ga wel even Jimmy laten zien. En dan ga ik thuis Jimmy... Ja, dat hek aan, dan heb je minder rimpeltjes. Kijk, dat is nou een Jimmy. En hij is zo schattig. En ook heeft wel last van de warmte, zo te zien. Het zijn er zelfs twee, kijk. 2 mormeltieren. We hebben een doolhof in. Oh, we kunnen ook gewoon... Ja, oké. Dat wist ik niet hoe we zouden beginnen, maar... We lopen nu even achter Xian aan. Oh, I like the vos. Kijk. I like vos. Nog meer voor Xian. I like fox. Ik weet niet wat ik zei. Ik loop... Wow. Niet meer achter Xian aan. Excuse me. Nog steeds door het labyrinth. Oké, ik ben Xian kwijt. Ik ben niet zo dol op doolhoven. En ik had veel gewend. Het vossenhol in. Wacht. Vossenhol. Het wordt hier trouwens ook gewoon direct donker. Heel leuk. Maar ja, ik weet nog steeds niet waar ik het doen moet. En er zitten hier spinnenwebben. Maar een beetje cat weet ik echt als ik dood ben voor spinnen. En dat ik die... Maar dat ik tegenwoordig niet meer geel. Ik weet zeker dat ik weer een verkeerde gang gekozen heb. Want dat zou namelijk niet de eerste keer zijn. Ik ben eruit! Yes! Ja, die lopen nog binnen. Nou, dit is waarschijnlijk het meest rare beeld dat jullie ooit zullen zien. Ik met een paard. Maar we hebben het paard gereden. En nou, dit is Nyla. Daar heb ik op gereden. En Leon reed op Spirit. Dus die staat bij Lian. Ze staan al op hij bij mij. Nou, dit is niet Spirit, maar die gevlekte Spirit staat die in beeld. Wacht. Wow. Die gevlekte is Spirit. En dit was... Wat is de naam? Ik weet de naam niet meer. En jij? Ik weet de naam niet meer. Nou ja. En hier heeft papa op Swing. En hier heeft papa op gereden. Deze Oliver. Oliver is een beetje moe. Maar... Ja, nou ja. Het is echt heel warm vandaag. Maar het is wel leuk om weer eens een keertje gereden te hebben. Dat is echt al heel lang geleden voor mij. En ik ben wel blij om het weer eens een keertje gedaan te hebben. En ik wist eigenlijk niet dat ik nog kon galopperen en draven en überhaupt mijn stap krijgen. Maar het lukte. En ik ben er niet afgevallen, dus het ging goed. Oké, wij zijn... Ik begin gewoon spontaan rare taal uit te slaan. We zijn aan het eten en we zitten in een restaurantje. Het is de laatste vakantiedag op de camping. Dus we gingen uit eten. Het is zo'n standaard dingetje, niet zo weird verder. Maar ik heb heel lekker brood met tomaat en mozzarella. Voor mozzarella. Dan heb je mama. Ik heb forel, zalmforel. Nou is zalmforel officieel geen... Nee, ik heb zalm, ik heb forel. Kijk. Oké. Die ligt hier. En ik heb een hele grote gum. Maar die zo heet, die kan ik nog niet pikken. Puree. En Liam? Die zalm is echt verrukkelijk. Burger is zo gaar. Nou, papa? Ik heb allemaal verschillende soorten. Hij heeft een eend. Hier spekjes. Mij het weten, kijk naar wie anders. Hier geel. Oké. En Sean heeft ook een burger, toch? Ik zou het met best wel voor nou, dat is de burger. Waar ben ik mee bezig? In dit geval. Ik zit echt gewoon tussen een hele hoop mensen die vlees eten. En ik hou niet zo van vlees. Maar wie mij goed kent, of niet zo goed kent, weet dat natuurlijk. Aan het begin van deze week heb ik gezegd dat Lian op de laatste dag, dat is het nu, want we gaan zo naar huis. Dus ze had hem moeten springen, dus dat gaat ze nu doen. Je lijkt op mij. Ik moet ook iedere keer mijn ketting afdoen. Daar springt hij. Nou, ik tel hem als oké, want toen je op je billen landde, landde je daarna op je voeten. Ik vind dit lekker. Oké, het is zaterdagochtend. We hebben geslapen in een hotel. Gelukkig. Ik verlang echt naar mijn eigen bed. Maar om nu in een bed te slapen was echt wel heel prettig. Ik heb heel erg last van mijn rug. En nou ja, er zit een vogelnestje daar, maar Lian is een beetje geobsedeerd door. Ik heb nog niet eens één keer. Ik heb alleen de vogel zo heel snel zo weg zien vliegen. Dat was het. En het is een zwaluw. Nou, kijk. Zwaluwen zijn zeldzaam. Hij is cute. Nee. Je ziet het scherp. Nu zie ik hem niet meer. Het is toch gelukt om het op film te krijgen. Super cute. Oké. En hij wou niet uitzoomen, vandaar dat het even heel raar eruit zag. Leon heeft speciaal voor mijn Claire opgezet, want dat vind ik nou eenmaal een heel leuk liedje. Ik ben al zo moe. We zijn thuis, we zijn moe. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik heb een hele leuke vakantie gehad, een beetje een gekke vakantie. Waarin ik heel veel heb gedaan. Met hele leuke dingen, nieuwe ervaringen. En ik had het dus gewoon heel leuk. Hopelijk vonden jullie de vlog ook leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En wil je nou van alles van mij op de hoogte blijven? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan hopelijk tot de volgende video of vlog.